Wanneer de diagnose bij een patiënt kanker is, dan heeft dat natuurlijk altijd een enorme impact op een mensenleven. Kanker brengt angst en verdriet teweeg en maakt de toekomst natuurlijk ook zeker nog onzeker. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij hun naasten. Inloophuis Deborah is een initiatief van de stichting Inloophuis Delft en Omstreken en is het ontmoetingscentrum van Delft en Omstreken voor mensen met kanker en hun naasten. Aan de telefoon hebben we nu Marianne van Dijk en zij is bestuurslid van Inloophuis Deborah. Goedenavond Marianne. Goedenavond. Ja, wij zijn toch wel nieuwsgierig, want misschien dat het voor iedereen nog niet helemaal duidelijk is. Wat is precies Inloophuis Deborah? Wat doet men daar? Inloophuis Deborah is, zoals u al zegt, een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Dat betekent dat iedereen die op wat voor manier dan ook met kanker wordt geconfronteerd, altijd welkom is bij ons. Iedereen kan eigenlijk altijd tijdens de openingsuren zo binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie, om andere mensen te ontmoeten. En daarnaast organiseren we dus een heleboel activiteiten voor mensen met kanker. En kun je een paar van die activiteiten noemen? Ja, we hebben reguliere activiteiten die dus echt met een regelmaat terugkomen. Dat zijn onder andere reiki, yoga, tai chi, boetseren, schilderen, dat soort activiteiten. Dan hebben we wat wisselende activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandelen, wat we dan voornamelijk in de zomer doen. We organiseren af en toe een lunch. Verder hebben we workshops en themaavonden, die dus altijd op een speciaal thema gericht zijn. Die vinden ook soms in de avonduren plaats, maar ook wel overdag. Ja, het is dus wel duidelijk, Marianne, dat het niet alleen maar ontspannende activiteiten zijn, maar juist toch ook heel informatieve. Ja, het zijn, laat ik zo zeggen, de reguliere activiteiten zijn vaak wel ontspannend of in ieder geval ondersteunend. Hè, in het genezingsproces ook ondersteunend. Maar zeker de workshops en de themabijeenkomsten, die zijn absoluut informatief. En die zijn dan niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor de naasten? Die zijn ook voor de naasten en die zijn ook voor onze eigen vrijwilligers toegankelijk. Omdat het natuurlijk ook voor de vrijwilligers heel goed is om meer achtergronden van het ziektebeeld te leren, zeg maar. Ja, zeker. Ook om met de mensen die bij jullie komen, om die dus ook verder toch goed te woord te staan en goed te begeleiden natuurlijk. Ja, heel duidelijk. Absoluut, ja. En dat kan dus elke dag? Dat kan van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag zijn we dus niet open en dit weekend ook niet. Nee. En dan maandag, donderdag en dan 10 uur tot 5 uur. Maar het betekent dus ook, en dat zei ik eigenlijk in mijn inleiding ook al, iedereen kan zo binnenlopen of moet je je toch opgeven? Nee hoor, iedereen kan in principe altijd zo binnenlopen. Het is alleen zo dat we het fijn vinden als mensen aan activiteiten mee gaan doen, dat ze zich daarvoor even aanmelden. Want we hebben niet zo'n erg grote ruimte. En vooral bij yoga bijvoorbeeld, ja, daar wil ik nog wel eens erg vol zijn. Dus dan is het vaak fijn als wij van tevoren weten hoeveel mensen er komen en dat we eventueel een extra les moeten inlassen als er te veel mensen zijn. Ja, dan is het toch ook zeker voor onze luisteraars nog wel belangrijk om te weten waar het is en waar. Ja, het is Aard van de Leeuwlaan. Ja. Dat is tegenover het gebouw van Boombron. Ja, dat is heel. Als je de Aard van de Leeuwlaan ingaat, aan de linkerkant is zo'n flatgebouw en daar zitten wij dus ondernaast de ingang. Aard van de Leeuwlaan nummer 9 is het. Oké. Maar nu, ja, dat klinkt natuurlijk ook echt altijd een beetje Nederlands. Voor zulke activiteiten is ook altijd geld nodig. Hoe komt dat bij jullie binnen? Ja, wij proberen om de activiteiten zoveel mogelijk gratis te doen. Er zijn wel een aantal activiteiten waar we dus bijdragen voor vragen aan de gasten. Vaak ook om materiaal te kopen. Of bij de workshops moeten er vaak mensen betaald worden die dat komen doen. En onze inkomsten die komen dus uit subsidiegelden, sponsoren. En we hebben dus een vriendenclub, vrienden. Dat zijn dus voornamelijk particulieren die dan door een jaarlijkse bijdrage ons ondersteunen. En de Partnership Club, dat zijn bedrijven in Delft die een contract tekenen dat ze ons voor een aantal jaren voor een wat hoger bedrag
subsidiëren. En ja, daar draaien we dus op. Ja, ja. En op losse giften, hè, ook heel vaak dat mensen met losse giften komen. Iemand die jarig is en geen cadeautje meer wil en daar een pot neerzet om de opbrengst voor het inloophuis te bestemmen. Dat komt ook heel vaak voor. En de mensen die werken in inloophuis, Deborah, worden die betaald of zijn het vrijwilligers? We hebben ongeveer 60 vrijwilligers. Daarnaast hebben we een betaalde coördinator en één betaalde administratieve kracht die allebei part-time werken. Ja. En nu hebben onze luisteraars dit allemaal gehoord. Wij hebben natuurlijk ook een RASO-informatiekanaal, waar ook Deborah zeker op genoemd wordt. Ja. Maar zijn er nu ook nog andere manieren om inlichtingen te verkrijgen over dit inloophuis, Deborah? Absoluut, sowieso op onze website, inloophuizendeborah.nl. En dan Deborah zonder H aan het einde. Ja. En telefonisch natuurlijk, u kunt altijd het inloophuis bellen. Ja. 257-2767. Ja. En we proberen zoveel mogelijk overal folders neer te leggen. In het ziekenhuis liggen ook absoluut overal folders van het inloophuis. Ja. En in de praktijk van de dokter en bij apotheken en noem maar op. We proberen zoveel mogelijk mensen van folders te voorzien. Nou, dat wordt enorm veel aandacht aan besteed, is zo wel te horen, Marianne. Ja. Heel hartelijk dank voor al je informatie. En we hopen dat onze luisteraars er ook iets aan hebben en de weg naar Deborah vinden als dat nodig is. U ook heel erg hartelijk bedankt voor de gelegenheid die u gegeven heeft. Heel graag gedaan. Dank u wel. Dag. Oké, dank u. Dag.